Een goede morgen, ons koffie- en theehuisje is weer open. En het is volzet. We hebben twee grote groepen en dan nog twee kleine tafels en het zit volzet. Ja, het zijn ook wel, het zijn best veel stoelen aan iedere aan die groepen. Dus dat zorgt ervoor dat er eigenlijk, het zou nog misschien nog één tafeltje bijgepast en zo. Maar we gaan onszelf dat niet aandoen, omdat we weten dat we al sowieso veel aandacht gaan moeten geven aan die twee tafels. Die op dezelfde moment hier ook gaan in de zaak zitten. Ik doe de bediening, Jane doet de keuken, dus we hebben daar eigenlijk niet zoveel tijd voor. We hebben echt niet nog veel meer handen, veel meer kracht om dan nog een andere tafel erbij te pakken. Dus we weten dat uit ervaring. We zitten aan onze limiet vandaag. Daarom dat ik het ook altijd wel leuk vind als mensen reserveren bij ons. Want het is nooit leuk om op de bots te komen en je hebt uiteindelijk geen tafel. Al is het maar dat je dezelfde dag nog eens even een belletje geeft als je niet al weken op voorhand wil reserveren. Dan kunnen we je nog altijd vertellen van ja, kijk, er is nog plaats of er is geen plaats meer. Ik weet uit ervaring dat er altijd nog mensen zijn die onverwacht komen. Maar die gaan dus vandaag wel... Helaas, botvangen is ik vind dat wel jammer, want die mensen staan hier uiteindelijk, je moet weten, met honger. Hè, en iedereen heeft datzelfde gevoel al een keer gehad, hè, dat je dan ergens naartoe gaat en je hebt daar zin in. En ze zeggen dat volzet is, dat is nooit leuk. Ik weet ook niet zo gemakkelijk hoe ik dat dan moet brengen. Je kunt dat niet met de big smile op je face doen, want dan word je als arrogant natuurlijk gezien. Terwijl dat je natuurlijk wel vrolijk in je zak wilt staan, maar dat kan eigenlijk niet. Dan moet je zeggen, oh nee, sorry. En een beetje compassie tonen. Dus, dat zijn zo wat de aspecten van een horeca-uitbater. Garçon of bediener. Zo moet je dat bekijken. Ja. Je moet daar toch een beetje empathisch voor zijn. Je moet dat kunnen tonen. Ik vind het ook eigenlijk wel spijtig, maar ja. Ik hoop dat er vandaag moet het dat kunnen overbrengen. Ja, ik hoop het echt dat er niemand op de bots komt vandaag. Maar goed, in de middag hebben we dan weer wel plaats. Dus hoe later dat wordt, hoe beter dat de kansen zijn voor weer een plekje bij ons koffie- en theehuisje. Het hangt er ook vanaf hoe lang dan de mensen blijven zitten, want daar staat geen tijd op. Bij ons mogen de mensen komen ontbijten van 8 uur 's morgens tot 12:30. Kan je starten met ontbijt. Dus dat betekent eigenlijk als je bijvoorbeeld om 12 uur nog aankomt en je wil nog ontbijten, dan kan je dat nog doen, zolang dat je ook nog wil blijven zitten. Wij werken niet met tijdsloten of zo. Wij doen dat enkel bij speciale gelegenheden. Dus dat is bijvoorbeeld moederdag. Dan werken we een beetje in de veronderstelling dat je ongeveer 2 à 2 uur en een half aan tafel blijft en dat je dan je tafel verlaat voor de nieuwe groep, omdat we dan in twee shiften werken. Dat is dus enkel op speciale gelegenheden, zoals dus moederdag of een, ik weet niet, wat hebben we nog, Valentijn. Dat zijn zo de specialetjes dat er extra veel gereserveerd wordt bij ons en dat we dan zoiets moeten toepassen. Maar ik zeg het, dat is meer uitzondering dan regel. Bij ons is het eigenlijk vooral de regel dat je zo lang dat je wilt, kunt genieten. Eén ding dat je wel rekening moet mee houden is dat we om 6 uur onze deuren graag sluiten. Omdat we dan ons juleke natuurlijk hebben en omdat we ook afspraken maken, bijvoorbeeld met de oma's, over juleke bij te houden. Ja, dat niet uitloopt tot uren. Vroeger hebben we al een keer uitzondering gemaakt, maar sinds dat ons Jules er is, doen we dat eigenlijk niet meer. Om 6 uur willen we graag sluiten. Maar normaal. We zijn een paar uur later. Het is 10 uur later, denk ik, intussen tijds. Ja, GOT. Ons koffie en thee. Het is 11 uur later. 11 uur. Koffie en thee. Wel, we hebben nu 11 uur gewerkt. Het is nu de eerste keer van mijn hele werkdag dat ik nu even op mijn gat zit. Ben ik even blij. Ik ben al 13 uur in de zaak bezig als ik nu kijk. Ze moeten weer meer hebben. Jij ook, want jij wacht maar een half uur naar mij. Jawel, ja. Het is goed. Het is goed. Dus jij bent ook al langer bezig, dus de schouder. Ah, dank u wel. Dank u wel. Mochten we nu ook nog iets aan verdienen. Hè? Maar ja, goed, we zitten aan tafel. We hebben sushi in huis gehaald. We hebben ook bezoek in huis gehaald. Sam. Hallo. Ik dacht al, je moet sushi hoor. En Sky. Kijk eens daar, ons kleine flinke jongen. Bijna 1 jaar oud. Ja. En samen nu met Jules, hè? Ja. Aan tafel. Die eten niet mee met sushi, hè, voor alle duidelijkheid. Die hebben nog een eigen, wat is het, papje? Of, heeft spaghetti bolognese. Ja, ah, de favoriet van Jules. Nog de andere variant van, iets meer brokken variant. Ja, voilà, ja, bij Jules zijn het al wat grotere stukjes. Maar we hebben die fase dus ook nog meegemaakt. En van de Olvarit potjes was de spaghetti bolognese de favoriet van Jules. Ja? Ja, dat zou hij nu nog altijd kunnen eten. Ja. En dat is ook niet ongezond, er zitten heel veel ijzers in, want we hebben een tijdje gehad dat,
dat we ijzer tekort hadden bij Jules. En toen was Olvarit aangeraden omdat er extra ijzers in zitten. Ja. Zonder dat we hiervoor betaald worden, gratis reclame. Ja. Allee, we gaan sushi eten, hè? Smakelijk. Smakelijk. Het is allemaal opgeraakt. Nee, nee. De boot kan zinken. Ik zie nog... hier nog iets. En dit is ook, ik weet niet wat dat is. Ja, maar dat ziet er al een keer gegeten uit geweest, dus... Ja. Nee, dat was het niet. Maar ik heb met stokjes gegeten, hè. Wat zeg je? Heb je stokjes gegeten? Met stokjes gegeten. Jij ook? Ja, ik ook. Ja. Goed, iedereen behalve Sarah. Iedereen behalve Sarah. Die heeft eigenlijk bestek Sarah gebruikt. Sarah kan niet met stokjes eten, hè. Nee. En jullie hebben nog net een lekker theetje gedronken. Ja. Wat stond iets op het zakje, ja, hè? Wat was een vraag nu weer? Ja. Wacht, hè. Welk lied beschrijft jouw leven op dit moment? Wij hebben toen besloten dat Vrolijke Vrienden ons leven op dit moment nu wel... Ja? Ja, wel samenvat. Vrolijke Vrienden. Vrolijke Vrienden. We zijn... Vrolijke Vrienden. Vrolijke ja. Vrienden. Ja. Dus iedereen weg die dat nog aan het zien was naar onze vlog, als jij nog begint te zingen. Ja. Ja. Gezongen door Bob Davidson. Leef niet meer. Leef niet meer. Onkel Bob. Ja. En achteraf nog gecoverd door Samson en Gert. Wat was trouwens de andere vraag nu weer? Ja. Vrijdagavond. Ja. Hoe ziet jouw perfecte vrijdagavond eruit? Oh. Ja, hoe ziet jouw perfecte vrijdagavond eruit? Wel, we hebben dat daar straks gezegd. De tv aan, een dekentje erbij, kaarsjes erbij, een warm theetje erbij, een leuke film op. Of een glaasje wijn, als mensen... Als wij een leuke film, ja, als wij een leuke film opzetten, dan is dat meestal in slaap vallen, hè. Vrijdagavond. Ja, zo ga jij nog elke avond... Oh, amai, zeg. Ik ben een beetje moe. Ja, sorry. Zeg, een beetje ja. Letgeven. Zo ga jij nog dus trouwens elke avond gaan dus slapen en hij zit dan oortjes in, omdat we graag een podcast willen luisteren. En na 1 minuut zit hij dan zo laat aan het snurken. En dan hoor ik zo nog wel de stemmen op de achtergrond van dus nog de podcast. Ja, maar ik kijk daar echt naar uit dat ik in bed mag luisteren naar een podcast. En ik word daar rustig van. Ik luister naar een rustige podcast, hè. Zo die een beetje praten. En zo, en ja, ik zit te luisteren naar die verhalen. Ik val in slaap. Sky denkt er het zenuw van. Ja, Sky is ook wel heel flink geweest. Amai. Dus, twee flinke jongens hier aan tafel. Ja. Hè? En twee minder flinke jongens, maar... dat vind ik nu echt gemeen dat je dat zegt. De jongens zijn hier wel in de meerderheid, hoor, mevrouw. Dus ja, dimmen, hè, maat. 4-2, hè, Jules? Ja, gaat er dan nog iemand verandering in brengen? Wij niet, nee, in ieder geval. Nee. Jij nog, nee. Waarschijnlijk niet, nee. 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 Op dit moment. Nee. Het is telkens goed zo. Nee. Ja, alright. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan hier de boot... Ja, nee. Ja, dan zouden we het ook niet meer vloggen. En dan ga ik wou net zeggen dat we niet meer gingen vloggen. Ja. We gaan stoppen vandaag. Want morgen moeten we alweer opstaan. Weet je, dat lijkt zo... Opstaan. Nu daarnet leek dat of je zo een haar hebt. Ja, maar mijn haar is ook daar. Je lijkt op een beetje op Bassie zo, door zo een beetje pluks achter. Ja, ik zat ook net te denken dat eigenlijk wel tijd was om naar de kapper te gaan. Want ik heb hier wat mijn grijs haar, ja, ik kan het niet meer wegsteken. Het is echt erg. Je bent de laatste keer een kappersbezoek daar nog in Munken. Ze zeggen altijd, het is een teken van wijsheid, maar ik vind eerder dat het een teken is van dat ik toch echt wat grijs word door... Maar... Nee, van Jolien, hè. Nee, dat was al... Dat had dat vroeger zo erg niet, maar sinds dat Jolien in mijn leven is, ben ik echt heel erg grijs geworden. Maar het is beter sneeuw op het dak als de pannen eraf, dus... Dat is een doordenkertje, hè. Ja, ja. Dus een duimpje omhoog als je... Beter sneeuw op het dak dan de pannen eraf. Duimpje omhoog als je het snapt. En wij zien jullie heel graag morgen weer voor een nieuwe video. Ciao!